Yo mensen, dit is Ons Gaming en dit is weer een nieuwe video van Formule 1 2016, de Grand Prix van Baku. Ram alvast op die like op. Op de vorige video hadden we meer dan 60 likes, echt ongelooflijk. Ik zou zeggen, laten we nou ook weer voor de 60 likes gaan. En het belooft echt, het is echt een super vette Grand Prix dit. Ik heb mega veel gevechten en ja, ik zou zeggen, laten we gewoon lekker gaan kijken. Dit wordt gewoon echt vet. Voor de tweede keer dit seizoen heb ik met mijn team McLaren updates meegenomen naar een Grand Prix. En ja, ditmaal hebben we dus de motor aangepast. Wat meer vermogen. Dat is wel nodig, zeker op de rechte stukken. En hebben we ook het drag system geüpgrade. Waardoor we ja, hopelijk wat, wat beter, wat dichter bij de concurrentie kunnen komen. En in ieder geval onze plek kunnen vasthouden. Verder heeft, als je gaat kijken naar het overzicht... heeft alleen Toro Rosso een update meegebracht. En de rest van het team is helemaal niks. En het valt mij op dat Toro Rosso de laatste races heel veel updates heeft meegenomen. Dus die zijn goed bezig wat dat betreft. En als we dan naar het overzicht kijken van alle teams. Ja, daar sta ik eigenlijk met McLaren, zoals je nou ziet dus. Precies in het midden eigenlijk, ongeveer. We zijn wel een klein beetje af van Force India. En we zijn dichter bij Williams gekomen. Dus wat dat betreft zijn we goed bezig. En ja... we moeten gewoon zorgen dat, dat we met McLaren zo dit vol blijven houden. Kwalificatie is niet altijd mijn allersterkste punt. Maar ik moet zeggen, hier op Baku gaat het wel echt lekker. In Q1 en in Q2 zak ik er goed bij. En in Q3 doe ik het zelfs nog beter. En ik rijd op dat moment, dit is eigenlijk mijn tweede rondje pas zeg maar. Dit is eigenlijk pas mijn echte tweede ronde waar ik een goede tijd neerzet. En ik zet op dat moment dus de derde tijd neer. En dat is natuurlijk wel lekker. Uiteindelijk wordt het geen derde tijd, maar wordt het P4. Ook zeker niet slecht. Als we naar de startopstelling kijken, zien we dus dat Rosberg pole position heeft. Dan Hamilton, dan Vettel. Dan sta ik dus op de vierde plek. Een zeer goede kwalificatie dus. Dan Hulkenberg, ook goed. Raikkonen, Bottas en Massa. Dan de beide Toro Rosso's. En Daniel Ricciardo teleurstellend. Alonso teleurstellend. Perez teleurstellend. En ook Verstappen. Dus opvallend dat die vier eigenlijk slechte kwalificaties hadden. Nou, dan de start van de Grand Prix. En ja, ik heb gewoon een lekkere start eigenlijk. Want ik pak gewoon meteen na een paar honderd meter eigenlijk al, of nog niet eens, pak ik gewoon meteen Vettel. Dus dat is wel lekker. Ik zit dus achter de beide Mercedes en ik hoop eigenlijk gewoon dat die elkaar het aftikken. Want dan wordt het een hele interessante race. Maar dat gaat helaas niet gebeuren. In ieder geval de start van de Grand Prix. Op Baku is in ieder geval vrij rustig. Dus het is een straatcircuit, dus het altijd goed oppassen. En hier gaat het allemaal, ja, gaat het bijna mis, want ik heb gewoon geen ruimte. Wel veel meer snelheid dan de beide Mercedes op dat moment. Maar ik kon geen kant op en ik moest echt van mijn gas af op het rechte stuk. Geen probleem, ik lig nog steeds derde. Bottas ligt op dat moment wel achter mij. Inmiddels zitten we dan in de tweede ronde. En dan zijn de gele vlaggen. En je raadt het misschien alweer. Ja, ja, nou je ziet de massa uit de races. En daar is hij weer. Weer de virtual safety car. Het is geloof ik nou de vijfde keer of zo in 7 races tijd dat er virtual safety car komt. Sinds de laatste update van Codemasters maakt de AI veel meer fouten en gebeuren er veel meer ongelukken en gaan ze veel meer kapot. Op zich vind ik het best wel grappig, maar ja, ik heb nu wel bijna elke race gewoon een safety car. Op zich niet heel erg, maar... een beetje overdreven is het misschien wel. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel een straatcircuit. Op zich best wel leuk dat ze dat eigenlijk gewoon doen. Inmiddels is dan de virtual safety car weg. En dan zitten we in het begin van de derde ronde. En ik rem hier te laat. En ik klap tegen de achterkant van Hamilton aan. En dit is het begin van het einde voor mij. Om het zo maar even te zeggen. Want ik lig nu derde. En ik kan je nou wel eens vertellen. Ik ga niet derde eindigen deze wedstrijd. En ook niet dan in de buurt van. Maar goed. Ik heb dus mijn voorvleugel beschadigd en dat merk ik dus meteen, want zoals je ziet, Bottas die, ja, die vliegt meteen eigenlijk op het rechterstuk mij voorbij. Voornamelijk op de rechterstukken merk je dus dat je problemen hebt als je voorvleugel kapot is. Het is eigenlijk opvallend dat Hamilton geen schade heeft aan de achterkant van zijn auto en ook bijvoorbeeld geen lekker band heeft. Maar goed, inmiddels Bottas die is me dan eigenlijk ja, die is me dan voorbij, of tenminste, nou wel misschien niet. Ik ben in ieder geval flink in gevecht met Bottas. En dan kruis ik hier weer terug en dan is het allemaal weer heel krapjes hier. Duwen, trekken, bijna de muur in daar. En dan is het gewoon toch wel de derde plek. In ieder geval
de teamgenoot van Bottas, Felipe Massa, ligt eruit. Ik had teruggekeken wat er precies gebeurd was. En het was eigenlijk gewoon dat die, de motor werd gewoon, ging gewoon kapot. Die blaast hij op al na 2 rondjes. Dus dat is niet zijn best. En hier gaat het dan ook allemaal mee net goed. Ik word aan alle kanten ingehaald op het rechte stuk. En ik besluit ook maar gewoon meteen naar binnen te gaan. Want die auto van mij met zijn kapotte voorvleugel is gewoon niet goed op het rechte stuk. Ik verlies daar veel te veel tijd mee. Ik moet dus naar binnen. Ik moet dan dus ook nog eens mijn voorvleugel gaan laten repareren. En dat gaat gewoon weer ontzettend veel tijd kosten. En daar baal ik echt van. Want ja, ik lag gewoon op de derde, vierde plek eigenlijk. En dat is natuurlijk gewoon een goed resultaat. Zeker als ik in de top 5 dit seizoen wil eindigen in het kampioenschap. Kan ik niet iedere keer de ene race veel punten halen en de andere race weinig punten. Want uiteindelijk zal ik daardoor gewoon buiten de top 5 gaan eindigen. Inmiddels kom ik dan als 20e terug de baan op. Want Vettel hier is ook gestopt inmiddels. Ik weet niet wat Vettel dit seizoen aan het doen is bij mij. Maar hij bakt er in ieder geval echt helemaal niks van. En ik lig dan dus achter Gutierrez. En daar lig ik dan best wel lang achter. Dan komt er gewoon niet 1, 2, 3 voorbij. Die Haas is gewoon best wel snel op dit circuit. Heeft natuurlijk een Ferrari motor erin zitten. En op de rechte stukken is dat ding gewoon snel. En ik kom er gewoon niet echt lekker voorbij. En dat is wel jammer. Want ik moet eigenlijk zo snel mogelijk de langzame auto's voorbij. En inmiddels is mijn teamgenoot ook in de pits dan. Maar zoals ik zei, ik moet zo snel mogelijk die auto's voorbij. Omdat ik anders gewoon veel te veel tijd ga verliezen. En ik wil toch nog wel wat puntjes meenemen vanuit Baku. Nou, in ieder geval op het rechte stuk. Met hulp van DRS kan ik Gutierrez dan eindelijk voorbij. Werd wel eens tijd. En dan inmiddels zijn er wel auto's naar binnen gegaan. Zijn we een rondje verder ook. En lig ik dus inmiddels 14e. En dan is het dus heel druk. Heel veel auto's die wel gestopt zijn en auto's die niet gestopt zijn. Enorme verschillen in de snelheid. En ik ga eigenlijk heel lekker. En ik haal heel makkelijk hier Magnussen in. En dan lig ik op dat moment dus achter Ricciardo. Nou, nog een rondje later zijn er weer wat auto's naar binnen gegaan. En lig ik op dit moment 11e. En dan zie ik dat Verstappen voor mij de baan opkomt. Die lag eigenlijk achter mij voordat ik naar binnen ging. Dat heeft dus allemaal te maken met het veranderen van mijn voorvleugel. Daar heb ik gewoon echt veel tijd mee verloren. Maar hier op het rechte stuk kan ik meteen Verstappen pakken. Zijn banden zijn natuurlijk nog koud. Hij heeft nog niet optimale grip. En hier aan de binnenkant, klein tikje van Verstappen gekregen, pak ik hem. En lig ik dus op dat moment wel weer 10e. En ik moet dan nog 6 ronden. En ik ben natuurlijk heel vroeg gestopt. Mijn bandjes zijn natuurlijk dus nu nog goed. Maar aan het einde van deze race zullen mijn banden echt helemaal gaar zijn. Helemaal op, helemaal naar de kloten gewoon. En ik moet dus wel echt rustig aandoen en goed letten op mijn bandjes. Maar ja, dat doen we niet als we een Renault voor ons rijdt. Daar willen we gewoon zo snel mogelijk voorbij. En dat lukt. En zo liggen we dan inmiddels op P9. En dan gaat het best wel goed. Inmiddels is dan Grosjean gestopt. En die komt dan voor mij terug de baan op. En die pak ik, tenminste daar ga ik dan een mooi gevecht mee krijgen voor plek 8. Hier pak ik hem in ieder geval. En zo lig ik dus op de 8e plek. En het is dan inmiddels de 9e ronde. Ik begin op dit moment al wel te merken dat mijn banden toch wel redelijk al aan het slijten zijn. Ze zijn nog niet helemaal aan het kloten. Maar ze zijn echt al flink aan het slijten. En voornamelijk op de rechte stukken weer. Het is natuurlijk een probleem van de McLaren. Dat is bekend. Weinig topsnelheid. Zie je dat Grosjean maar weer probeert in te halen. Dit gaat maar weer net goed allemaal. En ik kan in ieder geval hier de aanval van Grosjean gelukkig nog weer counteren. Nou, even later probeert hij het natuurlijk weer. Ik blijf eigenlijk continu onder druk staan van Grosjean, maar ook van Verstappen. Dus ik kan zomaar in één keer op één rechterstuk 2 plekken kwijtraken. En dat is iets wat ik zeker niet wil. En dan ga ik hier gewoon heel veel risico nemen. Ik rem ontzettend laat hier en ik pak Grosjean eigenlijk dus weer terug. Zo blijf ik dus mooi in gevecht met Grosjean, met de auto van Haas. Die gewoon eigenlijk wel echt wel wat sneller is dan de McLaren van mij. Opvallend eigenlijk, want zo goed is die Haas in het echt ook nou weer niet. Inmiddels zag je ook dat Eriksen uitgevallen is. En zo hebben we deze race al 2 uitvallers. Eriksen heeft ook zijn motor opgeblazen, net zoals Massa. En op zich wel grappig te zien dat die auto's dus gewoon hier en daar uitvallen. Dan krijg ik op het rechte stuk gewoon een tik van Grosjean. In de 11e ronde. En ik denk van ja, wat denk jij ervan, Frans stokbrood? Dat gaan we dus niet doen. Hup, en ik pak hem gewoon weer terug. En zo lig ik nog steeds 8e. Ik ben dus eigenlijk gewoon in gevecht voor plek 8. Terwijl ik eigenlijk deze Grand Prix was misschien wel gewoon op het podium kunnen eindigen. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Dit is dan de laatste ronde van de race. En Grosjean is er dan voorbij. En ik denk van het is goed. Ik wil gewoon die 8e plek vasthouden. En dan is het,
hier gaat het dan dus mis. Grosjean die rijdt gewoon tegen mij aan. Ik gooi misschien wel een klein beetje de deur dicht. Maar ja, dit is wel mijn redding in ieder geval. Want hierdoor kan ik eigenlijk rustig naar de finish toe rijden. Want als je ook rechts onder in beeld kijkt, zie je dat mijn brandstof bijna op is. Ik heb heel lang gereden op Fuel Mix 3, waardoor je meer power hebt. Maar daardoor verbruik je ook veel meer. En het was dus bijna op mijn benzine. En dat scheelde niet veel of ik had gewoon ergens stilgestaan net het einde van de race. Maar ik eindig in ieder geval op de 8e plek. Na een zwaar bevochten race met veel mooie inhalacties, veel gevechten. Ik vond het in ieder geval een hele leuke Grand Prix. En ja, heel verrassend is het niet, maar Hamilton wint opnieuw. En die is gewoon dit seizoen al, ja, die gaat dadelijk gewoon 5 races voor het einde bij mij een kampioen worden. Of misschien nog wel meer. Ja, in ieder geval, Kvyat heeft ook al een goede race gereden, zo te zien. In ieder geval, Hamilton is op podium samen met Rosberg en Raikkonen. Ja, een beetje de vertrouwde drie eigenlijk, want Vettel die bakte er echt niet zoveel van. Red Bull valt ook redelijk tegen bij mij in het kampioenschap tot nu toe. In ieder geval, als we kijken verder naar de uitslag van de race, dan is het eigenlijk dat ik, ja, ik eindig dus op de 8e plek. Verder is opvallend Perez goed gedaan natuurlijk, Bottas ook. En wat eigenlijk tegenvallend is mijn teamgenoot Alonso. Die vinden we ergens helemaal terug, ergens achter in het veld. Ik weet niet precies wat hij gedaan heeft, maar in ieder geval heeft ervoor gezorgd dat we weinig punten gepakt hebben. Helaas, verder, ik blijf wel op de 5e plek staan, dus dat is op zich wel oké. En met McLaren blijven we ook gewoon op de 3e plek staan, dus wat dat betreft doen we het nog steeds goed. Ik vond het hier een hele vette race, hopelijk jullie ook. Ram gewoon op die like knop en abonneer natuurlijk. En in ieder geval, ja, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende Formule 1 video. En natuurlijk, fijn weekend, tot de volgende video, houd je, adios.